ESI, Electronic Stored Information. Maar in geen enkel onderzoek naar de wat-vraag kun je om papieren bronnen heen. Dus je gaat altijd op zoek, is er misschien nog ergens een papieren bron die we als aanvullende informatie kunnen gebruiken. En dan heb je ook nog het probleem dat je niet alleen papier en elektronisch ziet, maar dat je informatie ook nog in 4 toestanden tegen kunt komen. Data in use, nou, dat is de bekende productieomgeving waarin alle data aanwezig zijn en waarmee je aan het werken bent. Dan heb je de data in motion, die via telecommunicatie, datacommunicatie, draadloos, wat anders, in ieder geval van het ene computersysteem naar het andere computersysteem gestuurd wordt. Dan hebben we de bekende, maar ook beruchte data at rest. Die wordt ergens opgeslagen. En dan bedoel ik niet opgeslagen op de harde schijf van een computer, want dan is die nog lekker dicht onder handbereik. Dan heb je hem bij de hand. Dan is het een kwestie van, als je Windows gebruiker bent, verkennen openen en je ziet wat er op de harde schijf staat. Nee, data at rest wordt vaak van een productiesysteem afgehaald en geplaatst op bepaalde opslagmedia om het daar voor langere tijd te bewaren. Dan moet je denken aan de bekende CD-rommetjes, DVD'tjes, USB-stickies. Misschien zijn er nog mensen die gebruik maken van dingen als zipdrives of eventueel nog erger floppies, afdeling 3,5 inch. Ik denk niet dat iemand hier nog 5 1/4 softfloppies zal gebruiken. Het zou misschien wel leuk zijn om in ieder geval 1 exemplaar te bewaren om eens een keer te laten zien aan generaties die dat nooit hebben hoeven gebruiken als opslagmedium. Hè, Elne? Ja. Ja, serieus, ik spreek inderdaad tegenwoordig gewoon museumstukken, hè? Die hebben geen flauw idee wat dat soort dingen. Nee, en dan heb ik het nog niet eens over de jazz. En dan heb ik het nog niet eens over de alleroudste vorm, de tape. En misschien dat je ooit nog een cassettebandje hebt gehad waar muziek op stond. Nou, vroeger werden de cassettebandjes ook gebruikt als data-opslagmedium. In de kleine variant. Tegenwoordig hebben ze ze nog wel als het gaat om computerbestanden. Dat zijn dan van die hele grote tapes. Waarvan het een krim is, want dan moest je, had je je arm vol met van die taperollen, dat waren zulke dingen. En dan moest je ze uit de kluis halen en vervolgens naar het computercentrum. En daar moest je de tape-reel zelf als operator helemaal inhangen, de tape erdoor geleiden en dan kon je een backup weer inlezen. Maar goed, dat is allemaal verleden tijd tegenwoordig. Schijnt er heel veel aan het rusten te zijn als het gaat om data in de cloud. Waar dan ook. En niet te vergeten de data out of use. Dat zijn gegevens waarvan de organisatie vindt dat ze niet meer nodig zijn, die je ook niet hoeft te bewaren, volgens welke bewaarplicht of regeling dan ook, maar waarvan je als organisatie het gevoel hebt, nou, het kan wel weg. Nou, dan loop je de grote kans dat als je de informatiebeveiliging niet goed op orde hebt, dat je her en der in een gebouw, zeker daar waar de computerafdeling zit, nog allerlei dozen in kasten zult aantreffen met oude archiefbanden, met oude archief cd's, misschien met optische schijven, het doet er allemaal niet toe. Maar eigenlijk had dat spul dus vernietigd moeten worden. Dus een harde schijf die naar zijn malle moeren is, daar zit er waarschijnlijk nog data out of use op. Dus wat ga je doen? Die gooi je dus niet weg, die harde schijf, maar die vernietig je op een beveiligde manier. En dan kan je dus niet volstaan met, dan gaan we eventjes de kop van Jut spelen. Oftewel, eens in de zoveel tijd mag de medewerker die last heeft van agressie, die stuur je even naar buiten met een aantal harde schijven en die mag even met een hamer tekeer gaan. Dat werkt niet, want die data die daarop achterblijven, hoe minimaal ook, die zijn terug te halen. Dus daar moet je als organisatie over nadenken. Papier was makkelijk, dacht men. Dat laat je gewoon de archieven niet te gaan komen. Die komt met zijn auto en dan heb je van die prachtige blauwe papierbakken met een slot erop en een gleuf bovenin. Daar stop je al papier in.
En dan gaat het naar de papiervernietiger. Ja, soms wordt het daar dan doorgeflooid door mensen die interesse hebben in van alles en nog wat. Dus toen werd het versnipperd. Maar goed, ook daar zijn allerlei leuke gevallen van bekend. Van mensen die zakken vol met versnipperde output of documenten hebben te pakken gekregen. En eindeloos hebben zitten puzzelen en plakken om daar weer originele documenten van te maken. Het lukt je dus. Dus op het moment dat we data hebben, oftewel informatie, een asset van waarde, moeten we dus ons realiseren dat we het in 4 stadia in 2 vormen tegen kunnen komen. Ga er maar aan staan. Gelukkig is dat niet helemaal het vakgebied van informatica. Daar zullen we toch echt een beroep moeten doen op mensen die zich bezighouden met document management of record management. Die zullen in ieder geval het voortouw moeten nemen in het nadenken over wat gaan wij doen met onze informatie in al deze 4 stadia en dan zeker ook nog in deze 2 vormen. En dan hoop je dat er allerlei bewaarplichten, procedures, vernietigingsprocedures zijn opgesteld. Die voor ons informatici dan leidend moeten zijn om de data op een correcte manier binnen te halen, op te slaan, te gebruiken, te bewaren en vooral ook te vernietigen. Daar ben ik dus nog niet echt. Die aansluiting tussen het managen van informatie en de dagelijkse praktijk. Wie heeft er dan informatie en beveiliging nodig? Nou, ook een open deurvraag. Iedereen? Iedereen? Jawel. We beginnen maar even bovenaan. Als jij een bedrijf opricht, dan ben je tegelijkertijd ook de eigenaar. Niet alleen van het bedrijf, maar ook nog de eigenaar van alle informatie. Dus van die waardevolle asset. En als eigenaar beslis jij, of word je geacht te beslissen, wat jij met je informatie gaat doen. Nou, dat kan zijn dat jij bijvoorbeeld opdracht geeft om een informatiesysteem te ontwikkelen om al jouw informatie op een goede, correcte manier te gaan verwerken, op te slaan, te bewaren en te vernietigen. Nou, dan kom je vanzelf bij deze mensen terecht, de ontwikkelaars. Die ontwikkelaars moeten dan rekening houden met bewaartermijnen vernietigingsplichten. Moeten rekening houden met analoog-digitaal. Moeten rekening houden met beveiliging. En die ontwikkelen dan een systeem. Nou, je weet zelf als je de software engineering vakken hebt gehad, dat peanuts lijkt. Bouw je toch even een systeempie, ja, totdat het ingevoerd moet worden. Dan merk je wat er allemaal nog ontbreekt. Gelukkig kun je te raden gaan bij de gebruikers. Die kunnen je dan wel vertellen hoe dat systeem eruit moet gaan zien en wat ze er allemaal van verwachten en waar ze wat willen gebruiken en met welke informatie. Weten de gebruikers het niet, dan heb je altijd nog de zogenaamde consultants. De deskundigen op afroep die je kunt bevragen. Ja, maar hoe doet dit dan en hoe moet dat dan? En ervan uitgaande dat het systeem er ooit komt en in gebruik genomen wordt, dan hebben we de beheerders. Die moeten zorgen dat het in productie komt, blijft, totdat het niet meer nodig is en uit productie moet. Dus informatiebeveiliging speelt bij al deze partijen een rol. En aangezien jullie voor het grootste gedeelte afdeling System and Network Engineering zijn, zul je dus voor een groot gedeelte in deze tak van sport zitten als beheerder en dan van systemen en netwerken. Maar je zult af en toe ook moeten participeren in ontwikkeltrajecten, al is het alleen maar om te kijken wat de eisen zijn van de IT-infrastructuur aan een nieuw systeem. En wie weet rol je straks wel in een over een aantal jaar in de rol van consultant. En misschien heb je al een eigen bedrijfje of ga je erin oprichten. Dus iedereen in een organisatie heeft informatiebeveiliging nodig. Nou, je weet wat het is, je weet dat het overal is, je weet dat het iedereen het nodig heeft. Hoe doe je dat dan? Ja, daar hebben we een probleem.
Hoe krijg je nou informatiebeveiliging voor elkaar? Dan krijg je scholen strijden. De een vindt dat je dit moet doen, de ander vindt dat je dat moet doen. Om eens even een blik te werpen. Het is een paraplu begrip, informatiebeveiliging. Hoe je het voor elkaar krijgt. Ja, zo heb je nodig als je met mensen praat die meer op het gebied van ITM zitten. Die zullen vooral roepen, ja, maar je moet wel compliant zijn met wet en regelgeving. Je moet wel procedures hebben, we moeten standaard hebben, we moeten het goed administreren. En het moet ook nog auditable zijn. Oké. Als je praat met software engineers, die zeggen van oké, fijn dat de standaard zijn. Dan kunnen we daar rekening mee houden als we software ontwikkelen. Dat er dan ook nog iets is als software development security, dat vergeten ze dan vaak. We moeten ook iets met toegangscontroles doen en we moeten ook nog iets met de toegangsbeveiliging doen. En dat moeten we ook controleren. En oh ja, we moeten ook nog zorgen dat het over het netwerk gaat. Niet alleen intern, maar ook extern. Dus we moeten ook met certificaten rekening houden. Oké. Goed testen. Als er nog tijd is, doen we dat ook nog wel. Dan gaan we naar de beheerders. Die willen natuurlijk zorgen dat er een goede fysieke beveiliging is. Dat je IT-systemen in een afgesloten netwerk zitten. En die willen natuurlijk ook zorgen dat als er kwaadwillenden zijn, dat die zo snel mogelijk opgespoord en tegengehouden worden. De dagdagelijkse controles, natuurlijk doen we aan antivirus. En dat niet alleen, als er iets goed fout gaat, moet er meteen een CERT klaarstaan. Moeten we op het incident kunnen reageren. Wat hebben we nog meer? Oh ja, als het echt helemaal fout gaat, dan moeten we het nog kunnen reconstrueren. Disaster. En wat hebben we dan nog meer? Oh ja, voor iedereen geldt eigenlijk dat je aan training en awareness moet doen. Kortom, zoveel kleuren, zoveel smaken, gooi alles maar in een grote emmer en dan heb je informatiebeveiliging. Een paraplu begrip. Maar voordat we daar naartoe gaan, mag ik deze even afmaken? Vanwege de camera. Oh, vanwege de camera. Ja, dan moet ik even kijken. Oké. Technische ingreep. Technische ingreep. Ja. Zo zie je. Ja. Afdeling B.